Die man heeft geprobeerd je te vermoorden. Hij heeft Marieke de dood ingejaagd. En jij wil het met hem op een akkoordje gooien. Als ik daarmee Lucas terugkrijg, ja. En wanneer had je gedacht mij daarin te betrekken? Dat doe ik nu toch? Ik vraag je om me serieus te nemen. En hij ook. Ja, hoe in godsnaam kan ik die psychopaat serieus nemen? Je moet wel. Ik moet wel. Hij heeft Lucas. Als het je lukt om dat verlof te regelen, denk je dan dat hij zijn belofte nakomt? Ja. Oh, ja, nee, natuurlijk. Seriemoordenaars, dat zijn de meest betrouwbare mensen ter wereld. Schat, je weet toch wat hij gedaan heeft? Je stelt je leven voor de tweede keer in de waagschaal. Het is het mijne of dat van Lucas? Wat is het alternatief? Ja, hij gebruikt je om te ontsnappen. Je weet niet eens zeker of hij achter de verdwijning van Lucas zit. Nee, nee, nee. Ik weet het inderdaad niet zeker, maar ik voel het aan alles. Ik neem het risico. Ga je nou de hele tijd naar me zitten kijken? Kun je masseren? Oh, dat was een grapje hoor. Dat was gewoon voor mijn eigen vriendje. Luister, als je wil, je mag het bad voor me aanzetten. Oh, hallo, een nieuw gezicht. Weet jij toevallig waar mijn telefoon is? Of liever nog, hoe laat Flo komt? Oké. Wil je tegen Flo zeggen dat ik het allemaal hartstikke leuk, lief en spannend vind? Maar ik heb nu heel erg mijn medicijnen nodig. Mag ik vragen hoe lang het allemaal nog gaat duren?